Ik vroeg John Verberg dat hij wel wist wat voor unieke prestatie hij had geleverd. Ja, ik vind het wel heel blij mee natuurlijk als je vijf keer Nederlands kampioen de vijf verschillende klassen. Dat is toch iets waar niet gauw ingehaald gaat worden, denk ik. Maar je hebt heel veel mensen die klasse trouw blijven met mij. Ik ben niet zo klasse gebonden als ik maar vooraan mee kan rijden. Ja, vorige keer hadden we natuurlijk al besproken wanneer en welke klasse. Welke klasse springt er voor jou nou bovenuit? Eerste keer is gewoon omdat je de eerste keer sprint 600 wint en je bent dan 8 jaar mee bezig. Dan ben je er heel blij mee. Was toen ook een mooi, ik denk dat elke klasse even mooi is. Alleen de eerste keer ben ik er blijer mee. Naderhand ben ik er minder blij mee. De kevers vond ik de allermoeilijkste klasse. Ja. Omdat het de competitiefste klas was. Had gewoon geluk met Raben. Of Raben had pech. Het is net hoe ik bekijk. Maar ik had geluk dat toen mijn voordeel uitviel. Ja, vandaag had je het even moeilijker, hè, dan de rest van het seizoen. Leek het. Klopt. Ik had een heel slecht finale. Ik had de tweede startplaats, 4 bonuspunten. Ik dacht pak 4. Mijn start was pas 4, dus weg. Ik kreeg heel veel zand. Het wilde niet echt vlot. Ik had heel veel geluk met de herstart, want ik hong al een halve baan achter Beelen en Gijs. En met de herstart kon ik weer een aansluiting vinden. En als het nou nog 2 rondjes meer had geduurd, had ik denk ik wel een plaatje opgeschoven. Rij je dan ook een beetje met het gedachte dat je al weet dat je kampioen bent, dus het hoeft allemaal niet meer? Dat scheelt natuurlijk ook wel, eerlijk gezegd. En ja, het is een moeilijke baan om in te halen. Ja, Gijs woont bij ons in het dorp. Ook heel leuk dat hij tweede is, vind ik voor hem. Het is niet dat ik mijn best niet gedaan heb, maar ik bedoel, het kan grover een manier. En dan lukt het misschien wel makkelijker, maar dat hoeft van mij dan niet. Nou, als we kijken in die tourwagenklasse, zit je daar anders in dan in zo'n sprinter? Qua zicht, qua om je heen kijken, qua ruimte om je heen? Ik vind persoonlijke tourwagen, meer ruimte is altijd makkelijker. Sprinter is veel kleiner, kevertjes veel lager. Ik vind persoonlijke tourwagen heeft veel ruimte, meer wegauto, hè? Dat is daarvoor gemaakt. Dus ik rij echt best graag mee een tourwagen. Volgend jaar zien we weer, hè? Ik denk het wel. Ga je er weer voor? Proberen wel. Dankjewel, John.